Nou, dat is toch ook sterk? Dat zei Dirk nog. Wat? Onze eigen Dirk. 2 weken geleden in Keek op de Week. Wat zei hij? Zei hij ook alweer. Dat ontslag van die 700 man bij Heineken, dat is gewoon een reclametruc om gratis in het journaal te komen. En dan zou je zien, over 2 weken nemen ze die 700 man weer aan. Zitten ze weer gratis in het journaal. Dat zei hij. Vind ik toch knap voor een eenvoudige jongen met nog geen eens lagere school. Hè? Ja, had je ooit van die gast gehoord? Van wie? Kos. Wie is dat? Johan Olaf Kos. Had je er ooit van gehoord? Nee. Wat pikkie. Hoor je ook nog die van? Noor. Eendagsvlieg, nee. Volgend jaar is die weer. Ja, dat is niks. Onze 4 jongens, ach jeetje. Ik hang ze toch boven mijn bed, hoor. Maar gisteren een pagina grote advertentie in alle kranten van de hoofdsponsor van de KNSB. Verzekeringsmaatschappij. Succes verzekerd. En dan zie je toch wel aan dat zelfs een verzekeringsmaatschappij iets niet totaal kan verzekeren. Niks is zeker. Niks is... Ja, als je in Noorwegen woont en de deur uitgaat en meteen op het natuurijs staat, dat is zeker. Weet je wel. Ja, ja. En ik heb dit jaar nog niet 1 keer mijn schaatsen kunnen aantrekken. Nog niet 1 keer. Ja. Nou goed, dit is Keek op de Week. Ja, dat is zeker, ja. Geitenwolle sokken, 7 paar liggen werkeloos in de laken. Van die 1. Op de televisie gezien in Café de Lantaarn de bijzondere bijstand. De gemeentes die hebben potjes dat ze wat extra's kunnen doen voor de arme mensen. Dus die kunnen gratis een kunstgebit krijgen of een hoortoestel of een bril. Nou, een klapper ken ik niet velen in mijn bek. Ik hoor als een kievit. Maar een bril. Bril heb ik nog altijd willen hebben. Dus ik ga gewoon eens kijken. Joh, kunt schijnen, hè? Durf hem bijna niet op te zitten, dan moet je kijken. Hé? Zou je nou zeggen dat deze jongen alleen maar lagere school had? Nee, wou je? Ja, nee. Hij kostte wel 170 gulden, zeggen. Dat geld heb ik geleend van Joop uit de Lantaarn. Dus dan ga ik nou terugvragen bij de bijzondere bijstand. Zeg ik dat ik hem nodig heb voor mijn sollicitatiegesprekken. Deze bril vergroot mijn kans op de arbeidsmarkt. Voel je wel? Jongens, het is toch heel anders. Namelijk zou je komen alleen voor de bijzondere bijstand in aanmerking. Als je in de gewone bijstand zit, dan zit ik niet. Al die papieren, daar word ik hartstikke gek van. Dus ik krijg die bril niet gratis, zeg. Jezus. Ja, die man achter het loket zei, nou, dat is een beetje dom, hè, meneer Dirk. Dus het helpt gewoon niks, joh, die bril. Ziet er niks geleerder mee uit. Jezus, hoe krijg ik het geld nou terug? Even proberen. Verkoopt u? Ja, Dirk, wat is dat nou? Verkoopt u? Is dat nou niks voor jou, een mooie bril? Nou, hoeft niet. Ik zie nog alles, hè. Nou, maar met deze bril op niet meer, hoor. Hey, het lijkt me echt iets van jou. Kleurt mooi bij je haar. Zie je er nog knapper mee uit, verkoopt u? Nou, ik hou niet zo van een bril. Je hebt altijd van die moeten in je neus, hè. Van die puntjes. Kunnen we deze discussie na de uitzending voortzetten? Jop, dan moet jij er dan niet mee. Hele lange das. Aan die kop van jou helpt niks meer, hè. De beste plastische chirurg kan daar niks meer aan doen. Nee, verkoopt u. Ik zou zeggen, kom hem nou even halen en probeer hem eens. Zet hem eens op, hè. Hoe doen we dat, Dirk? Nou, kom maar even van de zijkant. Ja. Pak hem maar aan. Ja, zit hem nou eens op. Ja. Mag eens kijken. Zo? Nou, schitterend verkoopt. Het is echt een bril voor jou, hoor. Zit er geen glazen in, hè, Dirk? Nee, dat doet er toch ook niks toe. Het gaat er alleen om hoe die staat. Oh. Ze zeggen, haal nou de rest van het hele programma op. Oké, dan kun je er een beetje aan winnen. Ja. En dan praten we dadelijk over de betaling. Goed. Ja, ja hoor. Oké, jongens. Succes ermee, hè. Bedankt, Dirk. Prachtig, hoor. Je maakt het helemaal, hoor, met die bril. Ja? Oh. Oké. Ja. Doe ik voor jou, Dirk. Ja, het scheelt. Lijkt me ook een stuk minder zwaar zonder glazen. Ja, geen moeten. Kijk maar. Nee. Ja. En het leest toch gek. Het leest meteen al beter.
Suggestie misschien. Oh ja, mineraalwater. Ja. Ja, nou is die storm in dat glas bronwater net gaan liggen, is er woensdag weer iets verontrustends gebeurd met een ander massaproduct. Daar praten we even over met de heer Fromé. Meneer Fromé. Meneer Fromé, bent u daar? Goedenavond. Meneer Fromé, hoe is uw product verontreinigd kunnen raken? Ja, op Valentijnsdag is een van onze mensen, we weten ook wie, op weg naar de emballage met de wagen door een spijker gereden, heeft een lekke band gekregen. Het was nogal warm, er is wat teer uit het asfalt aan zijn vingers gekomen en die teer is ook weer terechtgekomen in een paar pakjes sigaretten, maar men hoeft zich echt niet ongerust te maken. Teer is toch kankerverwekkend, meneer? Teer heet kankerverwekkend te zijn. En daarom nemen wij het zekere voor het onzekere. En worden morgen 264 miljard pakjes teruggehaald. Bij de detailhandel, uit de automaten, uit de cafés. We nemen echt geen enkel risico. Die worden allemaal gecontroleerd. En dat gaat onder merken Tivoli, Marlboro, Peter Stuyvesant, Menthol en Light. Dr. Dushkind, Mish Blanche. Ja. Three Castles, okay. Fiction, Fiction Rock. Alle merken sigaretten. Dat ja, heeft, neem ik aan, enorme consequenties voor de bedrijfstak als zodanig. Als het publiek dat de afgelopen week heeft geconcludeerd dat het gezonder en goedkoper is om leidingwater te drinken dan bronwater besluit om ook in het vervolg een graspriet in de mond te nemen om op te sabbelen in plaats van een sigaret, dan zou dat voor onze bedrijfstak een hele ongezonde ontwikkeling zijn. Maar ik denk echt niet dat het zo vaart zou worden. Ja, dat was een bericht van donderdag. Ja, en dat wordt carnaval met zure gezichten. Daar praten we over met de milieugedeputeerde, de heer Haverslag. Meneer Haverslag, bent u daar? Goedenavond. Meneer Haverslag, dat is niet zo best, hè? Nee, Brabant verzuurt steeds verder en de situatie is nu zeer ernstig. Wat is er gebeurd, meneer Haverslag? Nou, 2 jaar geleden werd er dus geconstateerd, Brabant verzuurt. En toen hebben wij dat onmiddellijk aan de grote klok gehangen. Ja, maar is er ook iets aan gedaan? Ja. Nou, kijk, wij hadden gehoopt dat door al die publiciteit het milieu zou reageren. Hè? Dat het zou schrikken en dat het zou stoppen. Maar ja, wat blijkt? Verzuring gaat gewoon verder. Aan ons ligt het niet. We hadden een heel pak goede voornemens gemaakt om die verzuring dan eventueel te bestrijden. Maar nee hoor, ga gewoon door. Ja, goede voornemens. Hebt u ook harde maatregelen kunnen nemen? Nou, lijkt me voor de hand, hè? Ja, maatregelen, ja, die neem je toch niet zo graag. Hè? Dat doe je niet zo 1, 2, 3. Hè? Oh. Is toch wel het laatste waar je aan denkt. Hè? Je benadeelt mensen. Nee, en dat is ook meer voor het Rijk, hoor. Dat is niet voor de provincie. Nee, daarom zoeken we dus opnieuw de publiciteit in de hoop dat het nu wel helpt, hè? Maar ja, het gaat verder en je zou het wel uit willen schreeuwen. Hoe stopt er nou eens mee, hè, met dat verdomde verzuren? Ja. Oh ja, ja. Mooi, hè? Dat is de winnende foto in de categorie nieuws van de stichting World Press Photo. Chinese student houdt met 1 plastic tas 3 tanksteken. Ja. Ja, weet je nog wel, weet zeggen nog? We dan. Dat kort zijn geleden. We zijn we bijna vergeten. Schandelijk, zijn we alweer vergeten. Ja. En terwijl het communisme zelfs in Cuba wankelt, ja, omdat Gorbachev weigert Cuba nog langer te steunen, wil Bush eerst nog 100 McDonald's openen in China. Dus er gaan nog 10 World Press foto's overheen voordat ook daar iets verandert. Dat is zo erg, ja, als je erover nadenkt. En dan is dit de winnaar in de categorie dagelijks leven. Dagelijks leven? Is dit dagelijks leven? Dat is dagelijks leven. Oh? Ja hoor, het is een gewone alledaagse Russische straatsituatie. Ah, ja hoor. Ja, leuk, waar? Maar, nou is er rond de Russische fotograaf Ivan Kurtov een schandaal losgebarsten. Het is namelijk zo, een collega-fotograaf die bij dit tafereel aanwezig was, die heeft onthuld dat die foto helemaal is geanceneerd. Nagedaan? Helemaal. Moet je kijken. In scène gezet? Ja. Dit hier, hè, ja, deze stronk hier, ja, dat is gewoon een oude Russische circusacrobaat. Die heeft zijn benen zo op zijn rug gevouwen. Hij heeft wel benen. En die 4 zeelui hier, ja, dat zijn willekeurige voorbijgangers. Want die Kurtov die heeft altijd een koffer bij zich met 4 matrozenpakjes. Je hoort dat toch steeds vaker, hè? Van enceneringen bij foto's. Het lijkt me het beste dat volgend jaar de stichting World Press Photo een aparte categorie enceneringen erbij haalt. Ja, natuurlijk. My funny Valentine, sweet family. Mijn vrouw en kinderen waren met wintersport en ingesneeuwd en ik was alleen thuis en het werd Valentijnsdag en daar gaan mensen ook steeds meer aan doen in Nederland. Dus ik dacht, wie weet, misschien krijg ik een levensteken van een of andere oude vriendin. Maar niets gehoord. Het was woensdag en ik wou ook niet in mijn eentje op 4 zetten. Iets mistroostigers is er natuurlijk niet, dus ik had flesjes wijn opgetrokken, maar die smaakte me ook niet. En na een paar glazen eigenlijk alweer genoeg ervan, iets anders geprobeerd en met een verschrikkelijke kater heel somber en eenzaam naar bed gegaan op Valentijnsdag. Maar
Nou stapel ik ze in de doos om ze naar de glasbak te brengen en ik zal het laten iets ongelooflijks. Ja. Geloof je dat niet? Dus de muze is wel langs geweest. Maar ja, ik had er liever één van vlees en bloed op bezoek gekregen. Op Valentijnsdag. Optimisme over optreden arts bij euthanasie. Ja, dinsdag werd een regeringscommissie benoemd die aard en omvang van de euthanasie in Nederland moet gaan onderzoeken. En bij die gelegenheid zei de nieuw benoemde voorzitter, dat is professor Meester Remmelink, dat hij dacht dat het wel mee zou vallen. Ja. Begrijp jij dat nou, Van Kooten? Ja, snap ik wel. De commissie moet nog beginnen en de uitslag is eigenlijk al bekend. Ja. Ik denk daar veel pessimistischer over. Ik denk dat het helemaal niet meevalt. Ik denk dat er duizenden illegale euthanasiegevallen plaatsvinden in Nederland. Dus is het maar goed dat jij geen voorzitter van die commissie bent geworden. Dat is tenminste een beetje enthousiast. Ja, daar krijg je gelijk in. Ja. Maar die Remmelink is dus ook geen goede voorzitter. Nee, maar jij zou het helemaal niet zijn. Hij weet het al, zegt misschien hij. Heeft Loek Hobbema er iets over in Den Haag. Over naar Loek Hobbema in Den Haag. Loek. Goedenavond, Van Kooten. Hi. Goedenavond, De Wie. Dag Loek. Goedenavond, dames en heren. Loekepoek, vertel het eens. Wens eerst even dit. Ja. Wisten jullie dat die slogan van Veronique, hè, zet hem op 4, ja, dat die niet helemaal af is? Oh, hoe dan? Nou, hij moet eigenlijk zijn, ja, zet je toestel op 4, maar je verstand op 0. Ah, goed. Hebben jullie Loek hem gezien, ja, gisteravond? Die, ja, grote galashow, ja, Veronique. Nou, ja, ja, het stomste van het stomste. Daarom daar moeten we geen aandacht aan besteden, ja, Loek. Nou, die Hans van der Tocht vind ik persoonlijk het allerergste. Politiek. Loek, politiek, kom op. Politiek nu, kijk op het Rijk. Oké, okay, ja, politiek. Ja. Deze dan. Wisten jullie dat minister Maijwegge, nee, 4 extra tunnels wil aanleggen? En dat is... Loek, geen grappen ook. Laat de humor aan ons over. Kom op, 4 rondjes kijk van 36. Op het Rijk. Kijk op het Rijk. Serieus. Ja. Goed. Starten. Komt-ie. Graag. Wie het lachen ook is vergaan, dat is minister Wim Kok. Lachen mag niet meer van Kok. En mag ik daar misschien een beetje uit de toon van dit verdere betoog recht uit mijn hart aan toevoegen? Dat ik me er ook wel eens een beetje erger aan dat cynisme, aan dat afstandelijke, aan dat laatdunkende, waarmee soms met het begrip sociale vernieuwing de spot wordt gedreven. Bij de oppositie daarentegen wordt wat afgelachen. VVD-voorman Joris Voorhoeven hield deze week een spreekbeurt in Maassluis, waar menig cabaretier nog een puntje aan kon zuigen. Marianne Sint heeft nu de Partij van de Arbeidleden opgeroepen om allemaal mee te denken. Ik heb haar gezegd dat wij die ideeënbus van de PvdA wel willen vullen. Ze heeft hem aan me meegegeven. Ik zou hem hier vanavond willen laten zien. En we praten hier in Maassluis nog even na met de bedenker van die grap van de ideeënbus. En dat is VVD-bestuurder Masboom. Meneer Masboom, hij kwam wel aan, de grap. De zaal ging volkomen uit de bol. Dan moet ik erbij zeggen dat Joris hem ook voortreffelijk plaatste. Hij wachtte precies op het goede moment. Hij dook toen weg. Je voelde de mensen denken, wat krijgen we nou? En hij duikt weer op, knal met die ideeën. Dus bingo. Ja. Hoe komt u nou op zo'n idee? Een ideeënbus? Ja, een kwestie van heel goed nadenken. Grap bedenken is gewoon hard werken. Ik heb al enige ervaring in dat veld. Ik begin altijd al in september met de Sinterklaas-surprises bijvoorbeeld. Ik had het basisidee van de ideeënbus eigenlijk vrij snel. Toen had ik binnen een week ook het rijmpje, een hint voor Sint. Toen heb ik een prullenmand genomen en die beplakt. En dat was dus de ideeënbus. En die liet ik aan Joris zien en Joris ging meteen uit zijn dak. Ja. Brandende vraag, wat zat er nou eigenlijk in de ideeënbus? Alleen proppen papieren. En daarbovenop lag een knotrode wol. Een trui voor Marianne Sint was het idee. Achter dat idee van de ideeënbus. Maar er zaten dus geen politieke ideeën in. Voorhoeven zei, we willen helpen met ideeën. Liet vervolgens een volle ideeënbus zien. Ja. Maar er zaten geen politieke ideeën in. Nee, het ging om het idee van de ideeënbus. Dat was de grap. Maar heeft de VVD wel ideeën?
Nou, ik geloof niet dat die vraag relevant is. Heeft de VVD ooit wel ideeën gehad? Ja, daar heb je dan weer. U heeft dus geen gevoel voor VVD-humor, hè? Fijn, dank u wel. De haast waarmee bondskanselier Kohl tot één groot Duitsland probeert te komen, zijn weigering om Nederland te laten meepraten, het niet garanderen van de Oder-Neisse grens met Polen. Wat moeten we daar allemaal van denken? En dat vraag ik aan de Duitslanddeskundige dokter Klavan. Ja, als nagaat meneer Hobbema dat de heer Kohl nu een ongelooflijke haast aan de dag legt om tot één groot Duitsland te komen. Dat eigenlijk alleen de vier grote mogendheden daarover mogen meepraten. Nederland heeft niets in het geheel te zeggen. Dat de heer Kohl ook in zijn arrogantie weigert om te zeggen dat hij niet zal tornen aan de Oder-Neisse grens met Polen. Nou, dat is allemaal van verschrikkelijke brutaliteit. En we moeten echt een vuist maken, want de heer Kohl is een typetje. Als hij je één vinger geeft, dan pakt hij allebei je handen. En die slaat hem nog in de boeien ook. En het is momenteel bijzonder gevaarlijke, brutale apenkool wat de bondskanselier uitkraamt. Maar kunnen wij als Nederland een vuist maken? Ik dacht dus wel dat we als Nederland een vuist kunnen maken. Ik heb het uitgezocht van de week, een beetje uitgeplozen. Het is namelijk zo, meneer Hobbema, dat in het jaar 1000 hadden wij in Nederland het graafschap Gelre. En er kwam later Opper-Gelre bij. Maar Opper-Gelre werd in 1200, zie je op het kaartje, werd het Duits. Maar dat staat dus nergens op papier. Dat is nooit geratificeerd. Dat komt omdat toen de graaf van Gelre, dat was Philip van Tiel, die kon niet schrijven. Die heeft dat ondershands onder de tafel geregeld met de maîtresse van de bisschop van Münster. Maar dat staat dus nergens op papier dat Opper-Gelre officieel Duits is. Dus moet Lubbers tegen Kool zeggen, moet je luisteren, Kool. Als jij je Pommeren en Silesië erbij pakt, dan annexeren wij Opper-Gelre. Zo. Maar, meneer Klavan, wat moeten wij in hemelsnaam met Opper-Gelre? Wat moeten wij in hemelsnaam met Opper-Gelre? Dat ligt daar achter Emmerich, ligt daar voor 258 kilometer aan schitterende autobanen. Nou, die kan Nederland best gebruiken met zijn overbelaste wegennet. Hoeft er een tunnel minder gegraven te worden en we kunnen meteen geen rekening rijden. Want dan laten al die borden met Zol, daar zal natuurlijk gewoon staan. Weet je wat? Zol. Zol, douane. Zol. Zol. Geen dienstplicht voor jongeren die leraar willen worden. Een ideetje uit de ideeënbus van onderwijsminister Ritsen. De VVD'er Fransen maakte daar in de Tweede Kamer een opmerking over die in onderwijskringen bijzonder slecht is gevallen. Maar waar ik voor zou willen waarschuwen is dat mensen niet op die mogelijkheid afkomen uit een oogpunt van een negatief selectieproces. Van wij hoeven niet het leger in, dus we gaan maar het beroep van onderwijsgevende kiezen en daarvoor leren. We zitten, mag ik het een beetje scherp zeggen, maar ik bedoel het wel omdat het ook in het verleden de oorzaak is geweest van een negatieve, eenzijdige beeldvorming. We zitten niet op een nieuwe horde geitensokkenvolk te wachten. Nou ja, die Fransen begrijpt gewoon niets van de tijdgeest. Niets. Die denkt dat het nog positief wordt ervaren dat men in dienst moet. Ja. Begrijpt hij niets van de voorkomen andersom. Negatieve selectie noemt hij dat, is onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. En ook zo beledigend. Ach. Zo beledigend. Nijpels, toch een partijgenoot van de heer Fransen, dacht ik, heeft toch al een jaar geleden gezegd in verband met het milieu, de geitenwolle sokkendragers hebben gelijk gekregen. En dan komt Fransen nog een keer eroverheen en zegt, dat is negatieve selectie. En we zijn wat uitgelachen, hoor, in de jaren 70. Auwe hip. Ja, maar we hebben zakken ze altijd aangehouden. Hoor. Geen gelijk dag uitgetrokken. Kijk precies. Maar. En nu vragen de kinderen aan mij. Meester, u bent toch niet in dienst geweest? En nu kan ik zeggen volmondig, nee, natuurlijk niet. En de meester komt op de fiets naar school. En de meester eet een boterham met kaas tussen de middag met zijn geitenwolle sokken aan. Heeft u een mooie trui, meester? Ja, heeft meester zelf gebreid. En de meester rookt geen sigaretten met zijn geitenwolle sokken aan. Zeker niet op school. Nee. En als jullie lief zijn, dan zal meester straks met zijn geitenwolle sokken aan op de gitaar meneer de president spelen van Boudewijn de Groot. Precies. Daar hunkeren ze naar de precies kinderen. Naar de geitenwolle sokkenmentaliteit. Dat is ook het goede. Het komt uit de kinderen natuurlijk zelf voort. Het komt altijd uit de kinderen zelf voort. En het is gewoon één rechte lijn bogende tijd van de kerstboodschap van koningin Beatrix uit 88 tot de gebalde vuist van Mandela. Eén grote doorgaande geitenwolle sokkenmentaliteit. En als je die geitenwolle sokkenmentaliteit dan nu uitdraagt, vasthouden, die dan zien de kinderen je heus niet als een Jan Doedel. Ach, nee. Dan ben je gewoon de nieuwe Theo Thijssen. Precies. Maar die naam kent de heer Fransen niet. Wat zou die zelf voor sokken aan hebben, Fransen? Een hele dunne, enge, nylon, ja, en klets. Ja, van die doorschijnende met zo'n stuk wit gipsbeen daarboven. Oh, hele nee, dunne, nee, dat nee, nee, nog enger. Met die haartjes door die enklets heen. Tot slot nog dit. Op de valreep werd bekend dat minister van Verkeer en Waterstaat Mai Weggen nog vier extra tunnels wil laten aanleggen.
1 autotunnel van Den Haag naar Hilversum en 3 voetgangerstunnels van Nederland 1 naar Nederland 2, van Nederland 2 naar Nederland 3 en van Nederland 3 naar Veronique. En deze tunnels mogen uitsluitend worden gebruikt door ministers van Verkeer en Waterstaat. Dit was Kijk op het Rijk. Goedenavond. Ja, het blad Actueel is uit de handel genomen vanwege de reportage Zelf geld maken. Ja, nou wordt dat soort nummers meestal heel veel geld waard. Mm. Dus ik ben naar de Zwarte Markt gegaan. Ah. Daar weet ik een man te zitten en ik zei, heeft u nog een Actueel? Had hij nog? 75 gulden vroeg hij. Ja, maar wordt meer waard. Mm. Dus ik heb het gedaan. Ik heb 100 gulden betaald. Ja. Gaf hij me dit terug. Ik zei, wat krijgen we nou? Hij zegt, ja, ik heb geen tijd om te knippen en te plakken. Dat moet je zelf maar doen. Nou was mijn 100 gulden ook wel vals, maar dit is dus niks waard. Verkoopt dit? Verkoopt dit? Ja, ik... Hey. Verkoopt dit? Bevalt hij een beetje, de nieuwe bril? Nee, ik ben er dus mee opgelicht. Dat vertel ik net. Dus ik heb hem maar meneer De Bie gegeven. Hoe vind je hem? Oh, verrek. Nou zie ik het pas. Goh, wat staat hier goed, De Bie. Dat vond ik ook leuk, hè? Ja. Wat knap je daarvan op, zeg. Ja, mag wel eens. Ik weet het goed met jou gemaakt voor... Voor 190 gulden mag je hem hebben, maar wel contant betalen, hè, Groch? 190 gulden? Ja, tot de volgende keer. Nee, jij noemde een hele andere prijs, Dirk. 190 gulden. Nee, ik dat was... wel. Nee, ze zijn niet voor mij, hoor. Die gulden die gaan zo rechtstreeks door naar Joop, hoor. Dirk, ik ga nu naar huis. Dan draai ik dit programma af op video. En als jij een andere prijs noemde, dan weet ik jou te vinden, Dirk. Dat klopt niet. Daar klopt niks van. Hij vertrouwt het weer niet, hoor. Een lange stasi dat je er bent, zou de mythe dat toch op. Oké, dag, Dirk. Niks gezegd. Oh, wat staat die mooie De Bie. Wat zou jij een succes met de vrouwtjes hebben, zeg. Oh. Hè? Wat gaan we vanavond doen in Buikie? Ja, lekker, lekker eten, meneer. Ja, kilo apies. Aardappels. Velletje af van apies in groot snijmachine. Nou, dat doet u maar niet, meneer. Hoe vriendelijk u dit ook zonder twijfel kilootje apies. Maar scheelt u hen maar niet.